Dag dames en heren, u kijkt naar Koppensnellen van maandag 6 juni. Coalitiepartijen VVD, CDA en gedoogpartner PVV willen de bezuiniging op Defensie aanpassen om onder meer de 5 Cougar-helikopters van Gils Rijen in bedrijf te kunnen houden. De 3 partijen blijven achter de 1 miljard bezuinigingen staan die minister Hans Hille heeft opgelegd. Maar voor ongeveer 40 miljoen euro willen de partijen de plannen enigszins aanpassen. Zo moeten 2 patrouilleschepen in bedrijf blijven en het CDA wil in ieder geval tot 2017 5 Cougars in de lucht houden. Na de aankondiging van de bezuinigingsmaatregelen werd duidelijk dat 14 van de 17 helikopters aan de grond zouden blijven. De komende tijd blijven er dus nog 8 rondvliegen. Het duurde nog geen 3 minuten of de wat duurdere huurwoningen die werden geveild waren weg. Uit de proef van woningbouwvereniging TPV Wonen blijkt dat mensen met een middeninkomen wel degelijk bereid zijn meer te betalen voor een wat grotere woning. De proef was een reactie op nieuwe Europese regels voor de sociale huurmarkt. Vanaf 1 januari jongstleden komen mensen die samen meer dan 33.000 euro verdienen nog maar zeer beperkt in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat betekent dus, als er heel weinig aanbod is voor die mensen, dat die tussen de wal en het schip terechtkomen. En 33.000 euro huishoudinkomen is niet zo erg hoog. Als je allebei bij Albert Heijn werkt bijvoorbeeld, dan zit je er al boven. De corporatie gaat meer huizen bouwen in deze prijsklasse. Omdat ze A niet kunnen kopen. Banken verstrekken steeds minder makkelijk een hypotheek aan mensen, maar dus ook aan deze inkomensgroep. Maar het blijkt dat er ook te weinig woningen zijn gebouwd in die categorie, in die prijskategorie, zeg maar tussen de 652 euro en 800 euro. De 3 huizen die geveild zijn, staan aan de Vloderopstraat in de wijk Koolhoven. TBV is tot nu toe de enige die op deze manier inspeelt op de nieuwe Europese regelgeving. Breda heeft met het Jazzfestival een druk en gezellig hemelvaartsweekend achter de rug. En de stad maakt zich nu alweer op voor een nieuw evenement tijdens Pinksteren, namelijk Nassaudag 2011. Ruim 600 jaar geleden vestigde Engelbrecht van Nassau zich, als eerste uit deze invloedrijke Duitse familie, in Breda. De Nassaus gaven Breda het aanzien van een hofstad. Nog steeds herinneren veel beeldbepalende monumenten van Breda aan deze voorouders van onze koninklijke familie. De aanwezigheid van de Nassaus heeft ertoe geleid dat het stadje Breda, wat toen 5000 inwoners had, opeens een heel erg ging groeien. Dus met name de historische binnenstad, hè, die, waar je nog van alles kan herkennen en waar een hele mooie historische binnenstad is ontstaan, dat is ook een erfenis van de Nassaus. De Nassaudag start tweede Pinksterdag om 12 uur met een grote stadspicknick in het Bredaanse stadspark Valkenberg. De dag wordt afgesloten met een concert van de Nassau Harmonie onder leiding van Pieter Zwaans. Ja, en wat hebben de andere media te melden vandaag? Omroep Brabant schrijft op haar website dat de politie maandagochtend in Lid en Os bezig is geweest met een actie tegen de georganiseerde hennepteelt. Agenten vielen aan de Johannes Zwijsselaan een woonwagenkamp binnen en in de haven in Lid haalde de politie een boot uit het water die mogelijk is betaald met de opbrengst uit criminaliteit. Tot dusver zijn er 3 mensen aangehouden. Het verzoek om surseance van betaling dat RBC Roosendaal maandag had ingediend is door de rechtbank in Breda verleend. Dat schrijft BN De Stem. Dit uitstel van betaling betekent dat er wat meer tijd is voor de sponsorinitiatieven die gaande zijn om RBC van het faillissement te redden. En apen lijken dan wel dichter bij de mensen staan. Olifanten evenaren ook menselijke emoties en vaardigheden. Dat schrijft Spits Nieuws. Na 35 jaar onderzoek bij 2500 Afrikaanse olifanten ontdekten de onderzoekers dat ze gebruik maken van lichaamstaal, geluiden en gebruiken die vergelijkbaar zijn met die van de mens. Hey, Dumbo! Nee. En dit waren ze weer, onze koppen voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne dag. Hoi!